Deze beschouwing die gaat over onderwijs. Onderwijs is verplicht in Nederland. Dat vond ik nooit zo'n groot probleem. Ik zag het altijd als iets positiefs. Zodat kinderen er zeker van konden zijn dat ze van hun ouders naar school mochten, konden. Een soort van wapen tegen kinderarbeid. Het kind kan niet te werk gesteld worden, want het moet naar school. Want anders komt de onderwijsinspectie langs. Het is een soort beschermende maatregel voor kinderen. Van die mening ben ik helemaal teruggekomen. Ik ben nu 59, bijna 60. Dus het heeft even geduurd. Maar ik ben er nu totaal van terug. Ik vind onderwijs hier in Nederland verschrikkelijk. Ja, ik laat me even een pauze vallen. Mijn kind, die is nu 19. Ja, die heb ik jarenlang naar school gebracht en van school gehaald. En wat heeft ze nou geleerd? Wat heeft ze nou geleerd op onderwijs wat ze niet van mij heeft geleerd of van mij had kunnen leren? Door dingen als, neem rekenen. Op het primaire onderwijs had mijn dochter een rekenachterstand. Dus een leerachterstand met rekenen. En er werd tegen ons gezegd, wij leren kinderen niet meer echt rekenen. We leren ze meer trucjes om handig 100 gedeeld door 25 uit te kunnen rekenen. Maar niet meer het klassieke rekenonderwijs. Van 13 gedeeld door 7, hoe reken je dat uit? Op de hand. Hè? Dus dat moeten jullie zelf dan maar doen als ouder. En denk ik, dank je wel, primair onderwijs. En de moeder van mijn kind, die moest zo nodig werken. Terwijl dat financieel gesproken niet nodig was. En daardoor was het wel handig dat er zoiets was als school. Dat je je kind in ieder geval 's morgens ergens naartoe kan brengen, zodat je als man aan het werk kan. En dat die moeder ook ergens achter een bureau zit. Noem het maar een soort kinderdagverblijf. Meer is het niet. En dan is het ook nog zo dat op dat kinderdagverblijf dat die kinderen dingen geleerd krijgen waar je als ouder niet op zit te wachten. Dus die kinderen krijgen geen rekenonderwijs, in ieder geval die vermijden ze niet. Ik kreeg alleen maar, volgens mij is dat gebaseerd op Common Core. Een onderwijssysteem wat uit het Engelstalige gebied komt. Waarin ze zelfs van plan zijn om het leren van het alfabet af te schaffen en alleen maar te doen aan woordherkenning. Er is een boek geschreven door Charlotte Iserbit en het heet The Deliberate Dumbing Down of America. En Charlotte Iserbit was een ambtenaar die werkte voor de federale overheid van Amerika op de afdeling onderwijs. Die wist waar ze het over had. Ja, dit is geen geintje.
En ik heb het aan den lijve ondervonden. Dat mijn dochter, haalde ik die van school en dat ze tegen mij begon over dat wij geen haring meer zouden mogen eten, want anders zouden de zeehondjes verhongeren. Krijgen we nou weer. We hadden ze op school verteld. Walgelijk. Dat onderwijs. En de kinderen leren daar dus niks. Ik heb mijn kind leren lezen. En die heeft een taalbeheersing van hier tot Tokio. Ja, op school heb ze dan ook leesles gehad en boekjes en alles. Dat was wel leuk, maar ja, lezen heeft ze van mij geleerd. Dat kan je als ouder makkelijk zelf hoor. Je moet je kind leren lezen, je moet het leren rekenen. En ja, tegenwoordig met de computer. Als een kind wil weten waar Noorwegen ligt, dan leg je dat. Als een kind kan lezen, dan kan het ook typen. Dan kan het toch maps.google intypen. Nou. Nou, en Engels, dat heb je je kind ook vrij snel geleerd door te laten kijken naar zoiets als Star Trek. Dan die oude uitzendingen. Op een gegeven moment wordt het echt heel vervelend. Maar die oude uitzendingen, die zijn wel leuk. En dan met de ondertitels eronder in het Engels. Nou, dan heb je Engels gesproken taal en eronder in het Engels het geschreven woord. Nou, dat tezamen met ja, het verhaal wat erin zit. Het zijn flat characters, dus er verandert verder ook helemaal geen beat. Data blijft data, number one blijft number one. En dan leren kinderen vrij snel Engels, hoor. Duits en Frans, idem dito. Daarvoor moet je je kind nog meer leren. Ja. En dit kan elke ouder. Elke ouder kan zijn kind leren lezen, kan zijn kind leren rekenen. Nou ja, leren zwemmen, dat moet ik zonder meer. Dat moet je toch als ouder zelf doen. Leren steppen. En je veters leren strikken. Die dingen komen de ouders toe. En is de moeder gewoon thuis, dan kan dat ook. En een onderwijs voor het kind, dat is een uurtje, een paar uurtjes per dag. Hooguit. Je laat je kind voor mij een half uur per dag, laat je het lekker een boekje lezen. En als je leuke boekjes hebt, nou, dan heb je van die kinderen en die vinden dat leuk. En die zitten dan rustig 2 uur te lezen. Nou, goed zo. Nou, leuke boekjes. Boekjes van de chameleon bijvoorbeeld. Dat kan je toch allemaal zelf doen. Daar heb je dat primaire onderwijs niet voor nodig. Los van het feit dat ze dus daar dingen geleerd krijgen die jij als ouder helemaal niet wil. Ze worden geïndoctrineerd. En dat gaat heel sneaky. Hele kleine dingetjes. En dat wordt langzaam opgevoerd. Die kinderen worden klaargestoomd voor het worden van een burger van een maatschappij waarvan zij, die dan het leerprogramma opstellen, al verzonnen hebben hoe die maatschappij eruit gaat zien. En daar wordt die burger bij gekweekt.
Wie was het ook alweer? Was dat Adolf Hitler die zei: geef mij de jeugd en ik geef jou de toekomst? Nou, dit is dus gebeurd. Dit gebeurt dagelijks. En dan kijk je ook naar het primaire onderwijs, hè, dan valt je op dat, die leerkrachten, dat zijn voor het grootste deel vrouwen. Waar zijn die mannen gebleven in het onderwijs? Nergens te bekennen. En dan hebben die vrouwen moeite met orde te bewaren in de klas. En dan krijgen die jongetjes de schuld en die hebben dan ADHD en die moeten aan de amfetamine. Het is, hoe meer je erover nadenkt, des te walgelijker dat onderwijssysteem is, hè? En het is dan nog verplicht ook. Hè, Nederland is zonder dat wij dat inzagen, veranderd in een communistisch land. En wij denken dat we leven in een democratie van vrijheid. En, een van de beste samenlevingen ter wereld. Niet inziend dat we onze kinderen blootstellen aan propaganda. Ik zelf heb natuurlijk ook onderwijs gehad en ja. Als ik daarop terugkijk, dan denk ik van ja, ik heb van alles geleerd. Maar wat? Ik kreeg geschiedenisles. En dan moest je leren dat in 1600 was er een slag bij Nieuwpoort. Maar er was alleen maar een handelsoorlog. Want in die tijd hadden wij dan hier van die stadhouders toestanden. We hadden dan die, ja, die boten en we dreven handel met ver weg. En iemand in België die dacht, oh, wat die Hollanders kunnen, dat kun ik ook. En die ging ook boten laten bouwen. En daar werden ze hier in Nederland chagrijnig over. En we hebben daar die boten kapot gemaakt. En dat moet je dan uit je hoofd leren. Waarom wordt die kinderen niet geleerd dat je in het jaar 3000 voor onze jaartelling had je een stad en die heette Babylon. Die bestond toen al honderden jaren. En er waren, Babylon was een, wat zouden wij nu noemen, een fascistische, communistische maatschappij. Met een heerser die in de oude kolonie zat en een volk wat zich drie keer in de ronde werkte. En dat was heidendom, meer goden, verering. En Babylon is inmiddels weg. Het volk trok het niet meer. En toen zijn die leiders op zoek gegaan naar een nieuw volk. En die hebben zich uiteindelijk genesteld in Europa. Met als hoofdstad Vaticaanstad. En vanuit die positie, met de achterliggende troepen in Zwitserland, voeren ze heerschappij uit over de hele wereld. Dat is de geschiedenis. Als je alles plaatst in het kader van Babylon,
Dan heb je de geschiedenis in een paar minuten uitgelegd. Ik heb het net gedaan. Meer is er niet te vertellen over de wereldgeschiedenis. De oorlog in Vietnam was van Babylon. De Eerste Wereldoorlog was van Babylon. De moord op Willem de Zwijger, die Balthasar Gerard, dat was een huurmoordenaar, betaald door Babylon. Ga maar door. Napoleon Bonaparte, die werkte voor Babylon. De familie Rothschild, die werkt voor Babylon. En dan komt natuurlijk het hekele punt van het christendom. En waar veel ouders dan heel sceptisch over zijn. Van ja, ik wil niet dat mijn kind geïndoctrineerd wordt met wat voor een geloof dan ook. Dus al zeker niet met de Bijbel. Het punt is dat de Bijbel het enige historische boek is met een beschrijving van Babylon. Dus dat moet zonder meer verteld worden aan de kinderen. Dus je hoeft kinderen niet, wat mij betreft, te verplichten om elke dag te beginnen met het Onze Vader. Maar ik vind wel dat je kinderen moet leren van het boek Daniël uit het Oude Testament. En enkele hoofdstukken uit het boek Openbaring. Met name hoofdstuk 13, als ik het wel heb. Uit het boek Openbaring. Dat je kinderen weten in wat voor maatschappij ze opgroeien. Een maatschappij gedomineerd door Babylon. En ik vind zelf de Bijbel de beste remedie daartegen. Ja, that's me. Als jij een andere weet, dan weet jij een andere. Heb ik verder niet veel over te zeggen. Toch? Nou dan. Zoals in de Bijbel staat, je kan God niet vinden door te zoeken. Zo. Door heel veel te bidden of zo. Het is niet zo dat als jij heel veel gaat bidden, dat je dan, oh, daar is God. Nee, zo werkt dat niet. Hè. Het is God die jou moet vinden. Zo zijn de taken verdeeld. En terug naar het onderwijs. Ja, onze kinderen krijgen hun oren, hun geest wordt volgepropt met onzin. Mijn dochter kwam op een dag van school, was primair onderwijs. En ze had dan op school een filmpje gezien van Barack Obama. Die was toen president van Amerika. En tijdens een interview ving hij, dus Barack Obama, een vlieg. Er vloog een vlieg door de studio. En Barack Obama plukte hem uit de lucht. En mijn dochter zo van na zich. Als dat het enige is wat de Amerikaanse president kan. En moet je je kind daarvoor verplicht naar school sturen? Waar zijn we mee bezig? Kijk, als die moeders graag willen werken en dat je je kind ergens onder moet brengen, allemaal te begrijpen. Maar punt 1, dat is natuurlijk vrijwillig, dat je je kind ergens onderbrengt, zodat jij kan werken. En dat kan je ook doen bij de buren.
Dat hoeft toch niet bij een instantie? Of in de buurt wordt wat opgericht. Dat kan toch ook? Maar nee, het moet allemaal met die massale, gereguleerde instanties. En dat vind ik erg. En op de middelbare school waar mijn dochter op belandde, dat. Ja, dat werd zo mogelijk nog erger. Vooral wat ik zo erg vind, is die non-informatie. De kinderen krijgen natuurkunde, maar dat is helemaal geen natuurkunde. Ze krijgen wiskunde, maar dat is geen wiskunde. Dat vind ik gemeen. Je zou de proef op de som moeten nemen en dan moet je op zoek gaan naar de wiskundeboekjes voor het HAVO-onderwijs. In de tijd dat ik naar de HAVO ging, dus vanaf 72 tot 71 tot 76. Van Wolters Noordhof, die Groningse uitgever. Dan moet je eens even kijken of jouw kind, die dan naar de HAVO gaat hier in Nederland, of die stof ook begrijpt. Dat zal dat kind ver boven de pet gaan. Ze hebben het helemaal uitgekleed. Mijn kind heeft HAVO gedaan met wiskunde en die had dan wiskunde tentamen en dat was niet meer dan rekenen. 1000 gedeeld door 13. En dat kon ze niet. Dat heb ik haar de avond van, ik kwam er dus achter, de avond van tevoren haar een spoedcursus delen gegeven. Ja, dan moet je dat maar zelf doen. Ze had ook iets van natuurkunde. En dan was er een hoofdstuk en het ging over transistoren. 1 A4 met 3 foto's erin. Dat is een stukje tekst van bij elkaar 500 woorden of zo. Ja, dan kan je toch niet uitleggen wat een transistor is. Ga toch weg. Dan moet je toch minimaal uitleggen, dat je een transistor kan gebruiken voor analoge schakelingen. En dat je een transistor kan gebruiken voor digitale schakelingen. Ja, doe dat dan. Leer je kinderen wat. Maar onder het mom van je krijgt van alles geleerd, krijgen je kinderen helemaal niks geleerd. En als ouder heb je maar het toekijken. En de remedie, ja. De remedie is dat je als ouder toch je kind gaat leren. Het rekenonderwijs, dat moet je zelf dan maar geven aan je kind. En dat er maar in het weekend of zo. Een uurtje per week. Dat is erg hoor. Het zou een reden kunnen zijn om te verhuizen, om te emigreren naar een land waar je je eigen kind zelf je eigen onderwijs mag geven. Want zoveel werk is dat niet.
kind waar je, of een land waar je kind buiten kan spelen. Dat het een jeugd heeft waarin het heel veel buiten gespeeld heeft en af en toe binnen zitten en dan krijg je onderwijs van mama of papa. Onderwijs is toch niks meer dan leren lezen en leren rekenen, wat dat nou? En iets van geschiedenis over Babylon. En het wereldcommunisme. Communisme is diefstal. Dat communistische Europese systeem wat we hebben, de Europese Unie. Het pikt eventjes 400 euro, dik 400 euro per jaar in. Van iedere arbeider in Nederland, iedere productieve mens. 400 euro moet hij inleveren. En dat wordt dan in Litouwen wordt het uitgedeeld. In Litouwen krijgt iedere burger van Litouwen van de Europese Unie meer dan 400 euro per jaar. Wat is daar rechtvaardig aan? Ik weet het niet hoor. En wordt dat de kinderen geleerd? Nee, joh. De kinderen wordt geleerd dat de Europese Unie dat moet. Dat is goed. Europa moet een eenheid worden. We are all one. Dat is ook zo'n doctrine en dat heet weer samen naar school. Daar ben ik falikant op tegen. Dus onderwijs moet je geven in lagen. Voor de minder begaafden, die krijgen het onderwijs voor minder begaafden. En de hoger begaafden, die krijgen onderwijs voor hogere begaafden. Punt. Het is toch ook wel, als je dan iemand kinderen schaakles wil geven, dan moet je toch niet schaakles geven aan een klas die bestaat uit kinderen die niet eens weten hoe de pionnen moeten lopen. En daar zitten ook kinderen in en die weten van het damegambiet. Dat is toch oneerlijk naar diegene toe die al zoveel weten van schaken dat ze les krijgen van oh ja, de pion mag alleen maar vooruit. Ik verveelde me ook dood in de klas. Op de meer op de lagere school. En de middelbare school, dat vond ik nog wel leuk. VWO vond ik erg leuk. Daar heb ik veel geleerd. En de landbouwhogeschool, dat was ik. Dat was goed onderwijs. Maar dat is nu niet meer, hè? De landbouwhogeschool is afgebroken. Daar wordt niet meer dat kwaliteitsonderwijs gegeven wat ik daar heb gevolgd. Dat kan je mooi vergeten. Het is puur een kwestie van formuleer je mening over dit en formuleer je mening over dat. Schrijf een verhaal van zoveel woorden. In plaats van kennis te geven aan de kinderen. Ik zag dat het was in 2008, 2009. Toen was er de opening van het academisch jaar. In Wageningen dan, dat was op tv. Want iedere universiteit heeft een opening van het academisch jaar. Nou, Wageningen dus ook. En dan stond er een oude man, ja, een jaar of 50 of zo. Die stond op een kansel, achter een kansel, op een podium, een of ander praatje te houden.
En dan links en rechts van hem stonden twee, ik neem aan dat dat studenten waren, die net aangekomen waren en ja, waren een jaar of 18 of 19. En die stonden in groene badpakjes. Ja, als die oudere man een groen badpakje had aangetrokken, dan had iedereen dat heel vies gevonden. Van, oh, dat staat zo'n man toch niet? Nou, zo'n man van 50 in een groen badpakje, nou, ik vind het geen gezicht. Maar dan doe je meisjes van 18, 19 in een groen badpakje. En dan denkt iedereen, nou, maar dat kunnen die meisjes wel hebben hoor. Met die pronte tietjes. En die ronde billetjes. Volgens mij deden die meisjes nog een dansje ook. Ik zag dat op tv en ik zei er wat van. En de moeder van mijn kind, dat is toch wel zo'n chagrijnig monster. Die zei, ach jij gaat helemaal niet met je tijd mee. Nee. Is dat een nieuwe tijd? Dat, meisjes bij de opening van het academisch jaar, de meisjes in het badpak, de hoogleraar mogen begeleiden. Oh, tegenwoordig ook mannen hoor. Dan mogen mannen mogen een badpakje aan. Ja. Vraag me af hoe dit af gaat lopen. Ik zie niets dan problemen. Mogelijkheid tot problemen dan, hè? In de jaren 70, toen hadden ze hier dat geniale plan om het element fluor, dat is helemaal niet gezond, om dat in het drinkwater te gaan stoppen, want dat zou zo goed zijn voor je tanden. Maar toen was er een Nederlandse wetenschapper en die heeft daar een enorme rel over getrapt. En die man sprak en schreef zo overtuigend dat het in Nederland werd verboden. Dus het drinkwater in Nederland is niet gefluorideerd. Halleluja, prijs de Heer. Maar hebben wij over 30 jaar nog mannen, want hij was een oudere man, waar hij ook zijn autoriteit aan ontleende. Hebben we over zoveel, 30 jaar, 40 jaar, nog steeds van dat soort mannen die opstaan wanneer een overheid zoiets belachelijks gaat doen als het fluorideren van het drinkwater? Ja, joh. Maar waar worden die mensen nu dan klaargestoomd? Misschien moet er een revolutie komen. Maar onze overheid heeft ons niet alleen op het onderwijsgebied een loer gedraaid, maar op andere gebieden ook natuurlijk. Ja, zolang wij het allemaal accepteren en ons erbij neerleggen. Ja. En onze kinderen gedwee overdragen aan dat communistisch, satanistische, Babylonische systeem. Ja. Neem zoiets als de boeken van H. de Roos, of zo. H. Roos heet die. De Chameleon. Daar hebben ze nieuwe boekjes van gepubliceerd. Waarin Sietse en Hielke met meisjesdingen worden ze verliefd en dat soort dingen. Ja, dat zat in die oude boekjes helemaal niet. Dat heeft er ook helemaal niks mee te maken.
je kijkt naar die jeugdboeken van tegenwoordig, echt pulp. Het is niet meer zo geinig en leuk als dat het was. Dat is ook een ding voor jou als ouder, dat je daar rekening mee houdt. Dat je je kind voorziet van leuke literatuur. Of lectuur. Ontspannende, leuke, positieve verhalen. In plaats van geouwe hoer met subversieve boodschappen erin. Ik word er heel misselijk van als ik dat allemaal zie. Ik ken een moeder. En dan was ik een keer bij haar thuis en er lagen dus van die kinderboekjes. En ik pakte zo eentje en ik bladerde erin en denk ik, gadverdamme. Wat een stom verhaal. En dat kind, haar oudste, en die had een leesachterstand. Dan zei ik tegen die moeder van, nou, ik heb hier nog boeken liggen van de Chameleon. En dan de serie uit de eind jaren 60 is dat, hè? Begin jaren 70. En ja, mijn dochter, die las ik niet meer voor. Dus, hè? Ik zei, ik kan er wel een aantal naar je opsturen. En toen zei ze, nee, laat maar. Dat is van het ouderwetse Nederlands. Ik heb liever dat ze dat moderne Nederlands leren. Ja. Dit is helemaal niet ouderwets of zo. Met de SCH voor de meeste of zoiets. Ja? Dat is keurig Nederlands. En de maatschappij die erin besproken wordt, die voorbij komt. Hè? Allemaal heel rustig. En, hè? Dat is toch heerlijk. Hè? In plaats van dat gejakker met de metro. Als je kinderen een wereld voorgeschoteld krijgen die wat anders is dan deze jachtige wereld. Dat is toch fijn? Nee, ik heb liever dat ze moderne dingen lezen. Ja. En heeft die moeder in de gaten wat voor een bagger die moderne troep is? Nee, helemaal niet, ja. Erg hoor. Zo. Zielig voor die kinderen. Want ze heeft er twee. Ja, het is maar wat, dat onderwijs. Ik ken een vrouw en die had een kind. Ja, die zorgde slecht voor het kind hoor. En die was van plan om dat kind mee te nemen naar Spanje of zo. Waar die onderwijswetgeving niet zo strikt is. Nou, op voorwaarde dat je zelf goed je kind goed onderwijs geeft, zou dat een alternatief zijn. Dan moet je ergens op het platteland gaan zitten. Daar laten ze je wel met rust. Het valt te overwegen hoor. Ja, je zit natuurlijk met dingen als inkomen. Hè? Dus hoe moet je dan aan je inkomen zien te komen? Het volgende probleem. Maar stel dat je daar een oplossing voor weet. Ik geef het je te overwegen hoor. Lekker met je kind naar het platte land. Deze jachterigheid die... Ja, dat is niet bevorderlijk voor niemand niet. Ja, ik wou dat ik er wat positiever over kon zijn. Maar dat ben ik niet. Toen ik ook, dan was mijn dochter op de HAVO en dan
Dat ze zo iets van, dat heette vroeger maatschappijleer. Zo, nu heet dat anders. En dan gingen dus over weer samen naar school. En dan moest je een stukje schrijven waarin je stilstond bij de positieve kanten van weer samen naar school. Dan denk je, ja, maar zo zijn we niet getrouwd. En dat gold ook voor globalisering. Hè? Beschrijf waarom globalisering zo goed is. Globalisering is helemaal niet goed. Hoe kom je erbij? Globalisering speelt de machthebbers, of degene die dat graag willen, in de kaart. Meer niet. Die zijn er blij mee. En wij delven het onderspit. Onze individualiteit, onze soevereiniteit, die gaat eraan. Wij worden opgenomen in een gigantisch, communistisch, fascistisch, zeg maar, systeem. Onder het mom van democratie raken wij al onze rechten kwijt. Inclusief het recht wat we hadden om ons kind onderwijs te geven. Dat zijn we kwijtgeraakt. Dat is verschrikkelijk. Huilen met de pet op. Nee, reuze bedankt voor het luisteren. Ik stel het erg op prijs. Dat je met mij mee gaat denken over hoe je hier uit moet komen. Ik hoop dat jij jonger bent dan ik. Oh, ik mag nog, als ik mazzel heb, nog 20 jaar, 25 jaar op deze aarde in de rond te stappen. En dan vind ik het, ja, vind ik het mooi geweest, zullen we zeggen. Dan heb ik mijn rust wel verdiend. Maar voor de jongere generatie. Oh, oh, oh. Al die kennis die verloren is gegaan. Nu al, hè? Ja. Wat hoorde ik nou? Er was mijn kind en haar vriendje. Die kenden allebei een jongen en die deed helemaal niet goed op school. Er ging van alles helemaal, nee, daar kon eigenlijk helemaal niks. Maar het ging heel goed met hem, want hij had leren vissen. En dan niet vissen met een groot net, zodat je vissen kan vangen voor het hele dorp. Nee, recreatief vissen. Met een dobber. Ja, zeiden het vriendje van mijn dochter en mijn dochter. Hij kan echt heel goed vissen. Want hij vangt hele grote vissen. Het heet onderwijs. Ja, je denkt dat ik dit uit mijn duim zuig, maar dat is niet zo. Dit is echt zo. Nee, het is maar wat, mensen. Een ontaarde samenleving. En een onderwijs waar ze ieder jaar kernen uit verwijderen. Ik was met mijn dochter en de moeder van mijn kind op bezoek bij middelbare scholen om te kijken welke school dan geschikt zou zijn. En ik vraag bij een van die scholen aan de leraar wiskunde. Van doen jullie nog een vectormeetkunde? Of matrixrekenen? Het was VWO. Gymnasium zelfs. Ja. Zei die, nee, dat doen we niet meer. Toen dacht ik, oh. Dat vind ik wel een beetje jammer. Ik had een discussie met een jonge vent, 20 jaar jonger dan ik. Misschien nog wel jonger. En het ging over global warming.
En dan wordt er mondiaal wordt er gemeten wat de gemiddelde temperatuur is. Daar worden grafieken van geproduceerd. En op basis van die punten, is het een puntenwolk is dat. En daar kan je een extrapolatie op doen. Dat kan. Je kan een trend bepalen. Maar afhankelijk van de samenhang van al die punten is die trend, heeft die meer een meerdere heeft die meer voorspellende waarde dan, hè? Want er is altijd wel een trend, namelijk. Maar de vraag is, hoe zeker weet je dat, hè? Plus of min zoveel procent. Nou, hij was toch heilig van overtuigd dat de temperatuur, nou, die zou een stijgen, man. Oh, en het zou echt knetterheet worden hier in West-Europa. En ik zei, man, ga er weg. Dus ik pakte een paar grafiekjes erbij van de NASA of zo. Die publiceren dat, hè. Ik zei, hier, je ziet toch helemaal niks, joh. Ja, ik kan dat zien, maar ik heb ook wiskundige analyse gedaan, statistische analyse. Er is geen trend. Jawel, zei hij. En wat had hij dan gedaan? Hij had een Bechet-curve er doorheen gelegd. En dan, nou, die Bechet-curve, ik zal er verder niet op ingaan. Een stukje wiskunde is dat, ken ik ook wel. Nou, had hij dus een functie gematcht door al die punten heen met zoveel, ik veel, lalala. En dan die Bechet-functie eventjes geëxtrapoleerd. Ja, dus inmiddels hadden we dan een wereldtemperatuur anno nu dan, hè, want die discussie met hem had ik iets van 10 jaar geleden of zo, nog langer, 11 jaar geleden. Ja, hadden we nu dus een stijging gehad van 10 graden Celsius of zo. Ja, die heeft helemaal niet opgetreden natuurlijk. En deze jongen, universitair geschoold. Hij weet niets van statistiek. Hij loopt maar een beetje te goochelen met zijn computer. Maar hij kan heel goed programmeren. En ik vond het ook wel knap dat hij. Had hij zo'n toeltje met zo'n wiskundetoeltje. En dan kon hij al die data eventjes inladen. En dan kiezen voor een match. En dan zegt hij, nou, doe even BG. En, ja. En dan denken dat je daarmee een alarmerende constatering hebt gedaan. Nee, helemaal niet. Er is helemaal geen global warming. Ja, dus we hadden ooit een kleine ijstijd en die tijd is voorbij. Het is nu warmer dan toen, maar het is nu niet zo warm als tijdens de middeleeuwen. Nog niet zo warm. Misschien komt het nog. Dat zou kunnen. Dan worden we nu net zo warm als tijdens de middeleeuwen. Ja. Nou, en in de middeleeuwen hadden we geen. Toen hadden we wel een vrij hoge koolstofdioxideconcentratie, moet ik zeggen. Maar dat kwam niet door verbranden van fossiele brandstoffen, snap je? Want er waren toen helemaal niet zoveel mensen als nu. En nu zijn er veel en veel meer mensen. En nu hebben we dan weer zulke hoge temperaturen. En dan wordt er gezegd: ja, het komt door het aantal mensen. We hebben overbevolking en lalalalalalala. Dat gaat er weg. Dat mensen angst aanjagen. Ja. En doordat wij op school helemaal niks meer geleerd krijgen, ja, accepteren we dit maar. Terwijl er niks aan de hand is. Snap je? Nou, reuze bedankt voor het luisteren. En ga er maar eens over nadenken hoe we deze puinhoop moeten oplossen. En op zijn hamburgers zag ik tjus en dag lieverds.